Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe Nee in Aard Hout. Vandaag gaat er iets gebeuren wat jullie op mijn kanaal waarschijnlijk niet zo vaak terug gaan zien. Ik ga namelijk een FNRS proef rijden. FNRS, ja, wedstrijd zeg maar. Het is bij ons, het manege waar ik nu rij, is het eigenlijk niet echt een wedstrijd. Maar vorig manege was dat wel echt ja, met eerste en tweede en derde en zo. Maar hier gaat het op zich alleen maar om of je een promotiepunt haalt of niet. Ik ben nu nog thuis, maar ik ga zo naar mijn ouders omdat daar al mijn wedstrijdspullen liggen. Ik moet nog even mijn laarzen invetten. Ik heb ze wel gepoetst, want ik poets iedere keer na het rijden. Maar ik heb ook nog van die speciale creamer, dus die smeer ik ook nog even op. En ik heb al de hele tijd het idee dat er iets in mijn oog zit, maar goed. Ik heb even een lijstje met van alles wat ik mee moet nemen, want ik krijg zo weinig wedstrijden dat ik het allemaal bij elkaar moet gaan zoeken. Ik heb ook al twee appeltjes klaar liggen, want ik heb vanmiddag om 3 uur heb ik wedstrijd, maar ik ga zo eerst even naar Zoe om Zoe te longeren en Zoe stal te doen. Dus dan krijgen Zoe en Mirabella allebei een appeltje. En ja, ik moet nu zo eerst even gaan ontbijten en dus mijn laarzen even doen. En dan, ja, het is volgens mij 9:15 ongeveer, precies. En de stal gaat om 9 uur open. Dus in principe kan ik gewoon, als ik ontbeten heb, kan ik meteen aanrijden. En zo gaan doen en hoop ik dat het nog rustig is op stal. Want dan durf ik wel te filmen. Ik zou trouwens normaal gesproken, had ik ook gisteren moeten vlechten. Alleen ik moest gisteren om 3 uur werken. En Mirabella moest met 2 uur in de les lopen. Dus gelukkig moest er nog iemand op aanrijden, Carlijn. En die bood zelf wel aan om knotjes te doen. Dus daar hoefde ik me gelukkig geen zorgen over te maken. Carlijn die moet. Ik moet om 3 uur en Carlijn moet om 2:15. Dus ik had de markt gevraagd of ik heel lang mijn over mocht nemen. Dus ik kan mooi lang losrijden. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Het wordt ook Mirabella mijn eerste proef. En sowieso. Volgens mij Carlijn heeft 1 keer eerder met haar een FNS-wedstrijd gereden. Maar verder is het sowieso haar eerste. Ja, zoveel proef heeft ze nog niet gelopen, zeg maar. Nou, ik ben op stal, ik hoop dat je me kunt horen. We zijn nog aan het bladblazen, dus ik wacht nog maar even tot ze daar weer klaar zijn. Zo, ik vind het niet leuk. Nou, ik ben weer thuis. Ik ben nog bij mijn ouders, zoals je misschien kunt zien. Want ik blijf hier vanavond eten en dan ga ik nog mee moordvrouw kijken. Maar ja, ik heb dus vandaag proef gereden met Mirabella. En ik heb ondertussen ook al een protocol terug. En ik heb een promotiepunt en 229 punten. Ik kreeg dus de F9. En ik heb nu nog 1 promotiepunt nodig om naar de F10 te mogen. Maar ja, wat ik wel even bij moet zeggen, ik heb zeg maar echt jarenlang heb ik op een ander manege heb ik FNRS gereden. En daar had je over het algemeen zeg maar, tussen de 200 en de 220 punten, daar was zeg maar 221, zou daar echt heel hoog geweest zijn. Maar op de manege waar ik nu rijd, daar heb je ook wel eens 243, 238, dat soort punten. Dus volgens mij is hier wel wat meer, ook vooral om zelfs jongere ruitertjes het ook leuk blijven vinden. Als die steeds, ik heb zo'n idee dat de punten bij de manege waar ik nu rij wel wat hoger liggen dan bij de manege waar ik eerst reed. Al had ik de laatste keer dat ik FNRS proef had ik 204 punten. Dus er zijn toch 25 punten bijgekomen sinds die keer. Ja, ik ben het niet. Ik vind eigenlijk niet helemaal dat ik die 229 punten verdien. Want ja, ik had voor zelf wat foutjes. Op een gegeven moment. In galop toen moest ik bij A terug naar draf, maar ik vond H, dus ik ging bij H al terug naar draf, maar toen moest ik vervolgens bij B pas weer het volgende figuur doen. En toen dacht ik, oh ja, dus toen ik dat hoorde dacht ik van oké, dan had ik toch bij A naar draf moeten gaan. Maar er staat helemaal niks over op mijn protocol. Ik groette met de hand waar ik mijn zweep in vast had, wat volgens mij ook niet mag en daar heb ik ook gewoon een 7 voor. En er was nog iets. Oh, ik ben een stuk langer door blijven zitten terwijl ik eigenlijk alweer licht moest rijden, maar er staat ook niks over op het protocol.
Dus ja, dat vind ik dat ik wel een beetje super beoordeeld ben. Ja, ik heb de proef, zeg maar, wat ik nu zeg, zeg ik uit mijn gevoel. Ik heb nog niet zelf teruggekeken, mijn vader heeft alles gefilmd. Dus of dat hebben jullie al gezien, of dat gaan jullie zo meteen zien. Dan moet ik even kijken wanneer ik het in de video zet.
Maar ik denk dat ik nu meteen de video ga editen. Mirabella heeft het in ieder geval echt heel goed gedaan. De fouten die erin zaten waren echt mijn fouten. Ze was hartstikke relaxed. Ze hield gewoon netjes tempo. Want voor de vorige keer, toen ik 204 punten had, reek op wel dan. En in de les deed het al best prima. Maar tijdens die wedstrijd liep ze compleet onder me uit. En dat was... Ik denk dat ik toen net op Zoe reden toen die wedstrijd... Net op Zoe reed toen die wedstrijd heb gereden. Dus ik heb sindsdien ook echt wel een heel stuk beter leren rijden. Maar ja, Mirabella heeft me echt niet tegenvallen. Ze liep niet zo lekker als dat ik weet dat ze kan lopen. Maar ja, dat ligt ook aan mijn spanning. En ik merk ook dat als ik gewoon in les, waar wij in principe alleen maar voltes rijden, dan ben ik heel erg met mijn eigen houding bezig. En met de goede hoofdhouding van Mirabella, zeg maar. Maar als ik zo'n proef moet rijden en echt constant figuren moet rijden, dan merk ik gewoon dat dat er een beetje bij inschiet. En het is natuurlijk de bedoeling dat je het allemaal tegelijk doet. Maar ik rijd zo weinig wedstrijden dat het, ja, dan moet ik nog een beetje aan wennen om echt dat allemaal te gaan doen. Maar met Zoe ben ik bijvoorbeeld nu ook al wel veel bezig met het lange voltes en door een S mijn hand veranderen en links en rechts omkeert. Dus dat wordt hopelijk wel beter. Maar ja, zo'n wedstrijd is natuurlijk toch altijd wat spannender. Ja, ik moet nu dus ook één promotiepunt en dan ga ik naar de F10. En maar 9 april is er weer een wedstrijd. Ik moet even kijken of ik dan nog op deze manege rij of Mirabella dan ook is. Dus ja, misschien doe ik al weer, maar ja, ik vond het eigenlijk toch wel weer leuk. Dan ga ik bij deze de proef afsluiten. De vlog afsluiten. Mocht je het nog leuk vinden om misschien een keer een bespreking van een proef te zien, dan zou je het ook nog wel kunnen proberen of dat lukt. Maar voor nu hoop ik dat jullie deze neerhoud leuk vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!